Voorzitter, de vraag hoe we omgaan met migratie, met de vluchtelingenstroom, is een essentiële vraag voor de Nederlandse politiek en voor veel meer landen in Europa. En het is belangrijk om dan te beginnen bij het begin. En een van mijn ergernissen is dat ik vind dat rechtse partijen vaak te makkelijk wegblijven bij de grondoorzaken van het feit dat mensen op de vlucht slaan, dat er massamigratie tot stand komt. Alsof mensen die bommen verzinnen, alsof mensen voor hun lol in zo'n bootje stappen. Dat betekent ook dat ik vind dat er veel meer moet gebeuren aan het wegnemen van die oorzaak. En dan kom je er niet door te zeggen, dat is niet altijd een kwestie van meer geld, zoals de leider van de VVD net zei. Zo heb ik hem ook gehoord over de verpleeghuiszorg tot vlak voor de verkiezingen. Bleek dat net weer anders. Nee, het is wel een kwestie van meer geld. Als je het belangrijk vindt, moet je er wat aan willen doen. Dan moet je dus durven investeren in defensie, want er zijn vredesmissies nodig. Je moet investeren in ontwikkelingssamenwerking. Daar niet op bezuinigen in je verkiezingsprogramma. Maar er is ook een verplichting voor partijen aan de linkerkant van het spectrum om wel naar oplossingen te blijven zoeken. Altijd in overeenstemming met de principes. En het principe wat hier van toepassing is, dat je mensen niet terugstuurt het gevaar in. Dat staat in het vluchtelingenverdrag. Dat is een essentieel principe. Daar mag Nederland nooit afstand van doen. Je stuurt mensen het gevaar niet in. Je maakt mij niet wijs dat heel Europa in ieder geval altijd het schenden van het vluchtelingenverdrag tot uitgangspunt neemt. Tegendeel, we hebben een verplichting met z'n allen, linkse en rechtse partijen, progressieve en conservatieve partijen, om humanitair de basis te bieden, zodat mensen veilig zijn, die oorzaak van migratie wordt weggenomen, en pragmatische oplossingen te blijven zoeken. De oplossing kan niet zijn dat we pas tevreden zijn als iedereen in Nederland valt. Dat kan gewoon niet. Daarom vind ik het buitengewoon jammer dat deze formatiepoging mislukt is, hoe moeilijk het ook was geweest, en hoe flauw ik het ook vind om nu alleen maar naar GroenLinks te wijzen op dit punt. Ik weet hoe lastig het is met die lui, maar dit vind ik echt jammer. En voorzitter, ik wil een compliment maken aan de informateur die duidelijk heeft gemaakt wat er nou op tafel lag. Vorige keer was het een satéetje en reuze gezellig en alsof er niks gebeurd was. Nu zien we wat er aan de hand is. En dat is ook nodig, want wil je verder komen met het debat over migratie, dan zullen we daar doorheen moeten. Voorzitter, de informateur heeft laten weten dat dit een tussenmoment was. Dank voor de transparantie. Hij ziet nog mogelijkheden. Die wacht ik in spanning af. Dank u wel.